Pita Vreugdenhil toont in haar werk een duidelijke voorkeur voor stillevens, realistisch uitgevoerd in olieverf, op linnen of paneel. In een subtiel spel van licht en schaduw, vorm en kleur, laat zij in haar stilleven de realiteit overgaan in een zichtbare stilte. Door er voortdurend naar te streven de weergave van de onderwerpen boven de exacte waarneming uit te laten stijgen, toont zij haar beleving van de werkelijkheid. Haar realistische stillevens, volgens de klassieke schilderstraditie, onderscheiden zich niet louter door de uiterste precisie waarmee voorwerpen in een weloverwogen compositie worden geschilderd. Hoe is het met de verkoopkansen van zo'n schilderij met fruit? Wat zoiets makkelijker gekocht dan bijvoorbeeld iets met potjes en andere voorstellingen? Nee, niet echt. Dat is heel verschillend. Mensen vallen op iets. He, ze komen hier binnen en zien er een heleboel, vinden ze mooi. En dan zeggen ze, ja, die hoef ik nog niet, die vind ik niet, die wil ik niet hebben. En de volgende keer komen ze en dan zeggen ze, ja, maar dat is het. Gaat het er een beetje op lijken. Ja. Kijk, dat zijn leuke dingen. Ja, dit is gewoon veel spectaculairder. Dan zie je wat er gebeurt. Maar mensen hebben vaak geen idee hoeveel lagen erop zitten en hoeveel werk het is om zo'n schilderij op te bouwen. En ja, dit is volgens de klassieke methode. Hè. Laagjes opbouwen. Hier komt straks nog weer een laag. Ja, hier komen nog wel 3-4 lagen. Dit is eigenlijk mijn uitgangspunt. En dan ga ik de achtergrond eerst doen en de ondergrond. En dan bouw ik hem langzaam op van achter naar voren. Dit doe ik ook met 1 varkenshaar penseel. Terwijl de rest doe ik met hele fijne penselen of heel grof, net naargelang ik bezig ben. Als verschil tussen een varkenshaar penseel en de rest? Nou, die is veel stugger. Dat zijn hele stugge haren, terwijl je kunt het wel zien. Dit is varkenshaar, dat is vrij stug. En dit zijn hele zachte, dit zijn synthetische haren, maar dat is heel zacht. En dat, daar kun je veel mooie details mee maken. Er zit ook een mooie punt aan en dit is, deze is al bijna versleten. Maar dat is voor dit werk lekker. Ja. Ik kan hem in de breedte, dan heb ik ongeveer een lijn van een centimeter. En doe ik hem op zijn kant, dan kan ik vrij dunne lijnen aangeven. Ik schilder realistische stillevens. Ja, en waar gaat je voorkeur naar uit? Stillevens, fruit, potjes? Ja, ik heb een voorkeur inderdaad voor fruit. Het zomerfruit, de besjes, de kersen, de aardbeien, appels, peren soms, noem maar op, het hele arsenaal. Maar daarnaast ben ik een... fascineert glas me heel erg, omdat glas dat leeft, daar reflecteert het licht in en naarmate het licht verandert het glas. Dat vind ik heel boeiend om te schilderen en porselein, dat is ook een favoriet onderwerp. Hoe is het schilderen bij jou ontstaan? Is het van jongs af, was je al gemotiveerd om schilderes te worden of ben je met tekenen eerst begonnen? Nou, ik ben eerst met tekenen begonnen. Als kind tekende ik altijd graag. He, dat zit in de familie en dat heb ik meegekregen en dat heb ik altijd gedaan. Maar nooit ontwikkeld tot ik tegen de 40 was. En de kinderen naar de middelbare school gingen. Toen wilde ik wat meer gaan doen. Ben je nog geïnspireerd door bepaalde schilders, waardoor je dus nu... bent waar je dus nu gekomen bent? Nou ja, een van de favorieten en de meest inspirerende is natuurlijk Hel Hantel.
uit Westerende. Ja. En op een gegeven moment ben ik met een groep cursisten naar Westerende geweest. Daarvoor was ik er ook al een keer geweest, gewoon om te kijken. Maar toen was ik er met cursisten en toen zat Helmand er zelf. Dus toen kwam ik met hem in gesprek en ik zei tegen hem, ik zit een beetje vast. Wat vind je er eigenlijk van? Kun je me een beetje op weg helpen verder? En toen zei hij, nou kom maar met je schilderijen hierheen, dan kunnen we erover praten. En dat heb ik gedaan. En ik heb een ochtend in zijn atelier doorgebracht en heel veel geleerd. Want dat was echt, hij heeft adviezen gegeven en gevraagd van waarom doe je het zo en waarom probeer je het niet eens op die manier. En heel veel technische dingen aangereikt en me echt een stap in de goede richting verder geduwd. En, toen ben ik met heel veel sprongen tegelijk vooruit gegaan. Ik doe al 22 jaar, het was dit jaar voor de 22e keer, mee met de open atelierdagen die hier georganiseerd worden. Dat wordt altijd heel druk bezocht. Ik heb het eerste weekend van oktober is dat altijd. En ik heb het afgelopen weekend zo rond de 150 mensen thuis gehad die... waarvan heel veel geïnteresseerd zijn in dit soort kunst. Hoe lang ben je dan ongeveer met een schilderij bezig? Bijvoorbeeld dat schilderij wat achter je... Wat achter mij staat? Ja. Dat beslaat ongeveer een kleine 3 maanden. Zo. Ik heb niet 3 maanden werk continu, maar in diverse fases. Iedere keer moet het drogen tussendoor, maar voordat het klaar is, zijn we bijna 3 maanden verder. Ja. Dus zoals het er nu uitziet, is dat een beetje de grondverf, moet ik dan zien? Ja, dit is de onderlaag. De onderlaag en dan komen er nog 2, 3 lagen op. Ja, hier komt een laag op waarbij ik de kleuren dus een beetje definitief maak. In grove toestand. Hè. Die kleine appeltjes die krijgen dan bijna 1 kleur. En als dat weer droog is, dan ga je de details, de vlekjes, de kroontjes, de steeltjes, nou alle details erin zetten. In het blad, in dit geval in die kweeperen en de appeltjes. En ja, dan ben ik nog een hele tijd bezig. Ja, hoe komt het dat jij geïnspireerd bent door fruit? Ja, het is gewoon heel mooi en heel lekker. Dus de kleuren zijn mooi. En ook omdat het zo lekker is. En ik heb appelbomen in de tuin en de sierappeltjes die hangen in de tuin. Dan kan ik bijna niet wachten tot ze rijp zijn en mooi van kleur zijn. Met een blaadje erbij of een blaadje waar een geknabbeld is of een appel waar een stukje uit is. Ik zie dat je ook al wat requisieten hier hebt verzameld. Ja. Hoe kom je daaraan? Is dat uit eigen bezit of ga je naar bepaalde markten om wat te kopen? Nou, het is natuurlijk in de loop der tijd heb ik heel veel verzameld. Mensen komen dingen bij me brengen van heb jij er iets aan, want anders gaat het naar de rommelmarkt. Nou, rommelmarkten kijk ik altijd en ik heb heel veel van de verzamelaarsbeurs in Utrecht. Daar ga ik 1 keer per jaar naartoe en dan kom ik altijd wel met flesjes of potjes of wat dan ook, blikjes. Dit is het eerste portret wat ik maakte, dat is naar aanleiding van een fotootje in de NRC. Een zwart-wit fotootje en het is het meisje met de parel uit de film. Ik vond dat zo'n mooi plaatje dat ik dat als portret wilde schilderen. En ik heb dus zelf de kleuren verzonnen en ik heb het geschilderd met als achtergrond het restauratie. Rapport van het meisje met de parel uit het Mauritshuis. Dus volgens die techniek heb ik dit geschilderd.